directeur van een brand. Waar is die klachten, Lidland? Rebellie. Is je naam? Jozef Johannes Fourie. Ja, en... Commandant. Wat doen? 36. Dit is haar kaart. Maak leeg je zakken. Moet wat? Maak los. Maak los. Wat is jouw naam? Johannes Petrus Fourie. Is jullie familie? Broers. Ons is gister bij nooit gedacht van. Hulle 10 van ons mannen doodgeskiet en 21 gewond. Jij was de kapitein in die Bulgarma geweest. Moet het je oorgeloof van Beierse mensen. Wie wat is dit, hè? Verraad voor u. Leidenant is alles dan nie mag gaan. Ons sal hulle toesluit. Kom aan. Breng eens weer ons. Kan ons procureur zien? Wie is dat? Meneer Fred Klein. Maar Rowan schrijf het af als die van me wordt. Van je is Jopie Fourie. Aangename kennis. Ik het gekom zo gauw ik kon, meneer Fourie. Ik zie naast niet zo beter in die plek niet. Doe maar als ze het gauw recht maken. Heb je al iets uitgevind? Dat is haastig. Je verhoor begint al reeds morgenochtend. Vreemd, kan je niet zorgen dat hulle tenminste voor ons een paar stoelen hier in draai? Ja, goed. Kan ons een paar stoelen hier binnen draaien, alsjeblieft? Goed. Ik zie je gauw. Zeker. Het lijkt niet goed, nee. Ja, het Spitsen haal niet juk om een voorbeeld van je rebellen te maken, is nu zijn kans. Je gaat ze meer verhoor worden door een veldkrijgshof. Een veldkrijgshof? Een Pretoria? Ik ga nou een bezwaar aantekenen. Ik zie je later zijn, maar dat is niet uit de zaken. Nie. Alleen de aanklacht in jou en je broer geformuleerd. Jullie wordt aangeklaagd van gewapende opstand door zijn majesteit. En van verraad omdat jullie albei officieren van die verdedigingsmacht was. Gewapende opstand in zijn majesteit. Ik kan dan geen edeler klacht in een boer denken. En van verraad? Verraad tegen wie? Tegen mijn volk. Nee, verraad is het niet, meneer Van Jees. Die verraad moet hulle gaan soek bij Botha en Smits. Het is hulle wat ons gedwing het om vir Engelse te veg. Hoekom? Wat het die Duitsers ons ooit gemaakt? Hulle is die regering, Jopie. Hulle was ons leiders toen ons die Engelse geveg het, ja. Toen ik hulle blindlings gevolg.
Ek het in geglo. En nou? Is alles waarvoor ons destijds geveg het nou skielik verkeerd? Nee. Ek is nog dieselfde Jopie voor u. Ek glo nog soos toe. Ek is nog steeds bereid om my lewe te gee vir dieselfde ideale. Daar kom 'n tyd dat elke mens moet meet aan sekere maatstawwe. En as dit dan moet, dan moet jy getrou bly aan jouself en aan jou volk. Dan moet jy nou ook in jou eie regering opstaan. Kijk hier op je, als die hofsitting morgen begin, dan gaan hulle jou vra om te pleit. Wat gaan jy sê? Onskuldig. Ook van opstand in sy majesteit. Luister hier op je, jy moet nou praktisch dink. Dis vir hulle volgens die wet makkelijk om te bewys dat jy technische rebel is. Jy het op hulle geskiet. Jou naam staan op die burgerwacht se ledelys as 'n kaptein. Dis vir hulle net nodig om 'n paar getuies te roep en jy is verdoem. Nou wat maak jy dan hier? Die hof is een snaakse ding. Hy bestaan uit mense. As jy jou gaan verset, gaan hulle jou verdelg. Pleit liever skuldig, dan beveg ons die saak op versagtende omstandighede. Daar is groot sympatie vir jou by die volk. Die hof kan dit nie ignoreer nie. Jan Smuts ook nie. Opstand teen die Britse koning, ja. Maar verraad nooit. Jopie, ek wil dat jy met mooi luister na my van jy is. Hy is een man wat al baie saak aan sy lewe gedoen het. Wees jy nie verkeerd adviseer. Waar is Hannes? Kan hy nie ook hier wees nie? Hulle het nog nie besluit of hulle julle saam of apart gaan verhoor nie. Op die oomblik moet ons met julle afsonderlik praat. Ek moet skuldig pleit. Dis wat hulle wil hê. Dan kan ons volksaak plaas op die vlak van 'n kriminele uitbarsting. Nee. Dit gaan oor meer as net oor my. Dit gaan oor die beginsel van elke burger wat vandag in die veld is met 'n geweer. Ons is nou weer terug by die Engelse oorlog. Net hierdie keer. Hierdie keer is ons eie leiers teen ons. En van my en van ander verwag hulle dat ons rug moet keer op dit wat ons eie is. Nee, Jopie. Ja, ons allemaal. Ons het gedink toe die Unie in 1910 gekom het. Toe het ons gedink, nou het ons vryheid. Nou is het net een kwestie van tyd in ons republiek. Maar nou het ons uitgevind. Ons leiers het met die vyand geheul. Die parlement het gestem vir die invaliditeitswet. Wat se straf kan ons gee? Die dood. As ek weer 'n keuse gehad het, God weet ek sal nie anders kon nie. Laas maand op Ronnefontein het ek probeer om met die regeringstroepe te praat, maar hulle wou nie luister nie. Toe na die slag, toe ons gaan kyk het of ons hulle gewondes kan help, toe kom ek op die lijk af van Willie King. Hy was my vriend. Ek huil oor leiers wat kan toelaat dat broer teen broer en vriend teen vriend veg, wat Afrikaner bloed laat vergiet tot heil van Engeland. As dit God se wil is, dat ek sterf. Dit hoef nie so ver te gaan, Jopie. Weet soos jy en pa en ma waar ons is vrede. Jy het onmiddellik net gekom, Jopie, ek sal aan kennis stel.
Susie zal van mij wel komen kuier. Kan je het proberen, Riel? Natuurlijk. Fred, als het mogelijk is, niet hier niet. Ik wil hier mijn vrouw met mij hier zien. Natuurlijk, Jopie. Wel het 46 van ons gevangen hier gehoor. Ja. Wordt er iets gedaan voor mijn mannen zijn verdediging? Allemaal zal verdedigd worden, Jopie. Maar hier wordt eerst verloren. Hier was die leier. Dag Fred. Dag meneer Jozef. Dag tante. Susan. Ergens bevreesd, ik breng slechte nieuws op. Praat Fred. Hij leidt voor Jopie en Hannes gevangen. Dat heb je nooit gedacht hoor. Maar er wordt een Pretoria aangehouden in die politiecellen. Dat gaan morgen al vroeger worden hoor. Morgen al? Ik denk je moet liever binnenkant te komen. Vrij dat jij die stories hoort wat hier oor rond ligt. Dat de Engelse deputatie naar generaal Smuts gekomen is met een lijst van rebellenleiders. Wat hij moet laten doodschieten. Waarom dit? Esselin was nou die dag hier bij mij. Hij heeft mij gezegd. Ik weet niet hoe waar dit is, niet, maar hij zei dat Jopie zijn naam onder de eerste acht is. Ach, ik denk eens onzin, man. Nee, wat Smuts zal nooit zoiets toelaten. Het zal de hele Afrikanervolk in opstand brengen, tegen. Jij kent nog even Jan Smuts niet. Als hij iemand wil hebben om een voorbeeld van te maken, dan is Jopie voor die zijn man. Moet niet zo praten, nie, Jozef. Hij is niet volksleider, niet mijn vrouw. Smuts zal het niet met Beiers of Brits of de wet wagen. Maar wie is Jopie? Een eenvoudige burger. Een commandantje. Wat heeft Jopie ooit voor hem gedaan? Hij woont nooit op zijn mensen schiet niet. Dat het om gegrief dat daar de broederoorlog onder zijn volk ontstaan het. Wat baat al zijn vaderlandsliefde om? Zijn gevoel voor zijn volk, wat baat het om? Zijn eigen volk wat om daarvoor gaan kruisig. Moet niet bitter worden, nie, mijn kind. Jij zijn vrouwen, hij heeft jou nodig. Fred, wanneer kan ik mijn zin zien? Dat wil niemand toelaat nie om jou zijn. Ik zie zomaar niemand niet. Ik is zijn vader. Is het ook veroorlog? Jullie kan het bijwonen. Hoe laat begint dit? 10 uur om jou. Eskort, breng hem schuldig in. Meneer de voorzitter, die staat wil hê dat die beschuldigde samen met zijn broer Johannes Petrus voor u zal terecht staan. Ons vraagt die hofse verlof daartoe. Die hof het geen bezwaar, nie. Bring hem in. Is kom, breng hem beschuldigde. Ek verskyn namens die twee beskuldigdes, meneer die voorzitter. Die militaire code van die Unie van Suid-Afrika is uitgegee met 'n eiehandige voorwoord van generaal Smuts
as minister van verdediging. Dit blyk uit hierdie voorwoord dat selfs 'n gewone krygsraad geen jurisdiksie het om kommandant Fourie te verhoor nie. Nog minder 'n veldkrygsraad soos hierdie een. Maak u beswaar teen die bevoegdheid van hierdie hof, meneer Van Heus? Dit word in die wet baie duidelik gestel dat 'n veldkrygshof geen bevoegdheid in 'n stad kan hê nie. Boonop lê bepaling 106 van die hofreëls van krygsrade klem daarop dat 'n veldkrygsraad nie mag sitting hou nie, tensy dit onmoontlik is om 'n gewone krygsraadsitting te hou. Daar moet ook 'n skriftelike verklaring in die verband wees. Daar is so 'n skriftelike verklaring, meneer Van Heus, gedeelde in generaal Smit self. Daarin verklaar hy dat dit onmoontlik is om vir u voor 'n ander hof as 'n veldkrygsraad te verhoor. Meneer die voorsitter, die soos u sal verstaan, het die verdediging 'n groot probleem. 'N veldkrygsraad mag nie in 'n oop hof in die openbaar vonnis vel nie. En omdat 'n vonnis onmiddellik nadat die uitspraak gelewer is uitgevoer mag word, ontneem dit ons die moontlikheid van appel. Meneer die voorsitter, aangesien dit dus vir my onmoontlik is om teenwoordig te wees wanneer die vonnis gevel word, wil ek graag hê dat die hof daarvan moet kennis neem dat ek van plan is om te appeleer na die Hooggeregshof toe, indien die uitspraak van die veldkrygsraad ongunstig vir my kliënt is. Ek het aanteekening gemaak van die voorneme, meneer Van Heus. Wat my betref is hierdie hof behoorlik saamgestel en bevoeg om die saak te verhoor. Gaan voort, luitenant. Die beskuldiges, Josef Johannes Fourie en Johannes Petrus Fourie, word aangekla dat hulle, synde offisiere van die Unie Verdedigingsmag, verraad gepleeg het, deurdat hulle gedurende of omtrent die maande November, Desember 1914 in die Transvaal, en spesifiek op of omtrent die 16de Desember 1914, hulle in die distrik Pretoria verset het in sy majesteitse magte, en dat hulle gevind en gevange geneem is, saam met ander persone, onderwyl hulle deelgeneem het aan 'n gewapende rebellie. Beskuldig nommer 1, wat pleit u? Onskuldig. Beskuldig nommer 2, wat pleit u? Skuldig. Meneer die voorsitter, ek vra verlof om my pleidooi te verander. Ek wil skuldig pleit dat ek aan 'n gewapende opstand teen sy majesteit se magte deelgeneem het. Maar ek is onskuldig aan hoogverraad. Niemand het u van hoogverraad aangekla nie. Die klag teen u is verraad. Meneer Van Heus, u is bewus daarvan dat u nou slegs versagtende omstandighede onder die aandag van die hof kan bring. Meneer die voorsitter, die verdediging sal later met die toestemming van die hof betoog dat Fourie tegnies nie op aktiewe diens was nie en dat daar dus nie sprake kan wees van gewapende opstand of verraad nie. U mag nou eers 'n getuie roep. Ek roep kaptein Van Manen. Kaptein Van Manen! Het jy enige bezwaar in die aflê van 'n eed? Nee. Beskou jy die eed as bindend op jou gewete? Ja. Sweer jy dat die getuienis wat jy nou gaan aflê die waarheid is, die hele waarheid en niks anders as die waarheid is? Verwyder jou pet, steek jou regterhand in die lig en sê, so help my God. So help my God. Sit asseblief. Jy kan voortgaan, luitenant. Kaptein Van Manen. U is stafoffisier van die verdedigingsmag in Pretoria, is dit korrek? Dis korrek. Ken u die twee beskuldigdes? Ja, hulle is albei offisiere van die 13de brede skutter, wat wettiglik opgeroep is. En het hulle opleiding ondergaan as lede van die verdedigingsmag? Hulle het albei in September verlede jaar opleiding ondergaan. Hulle korps is op aktiewe diens geplaas in verband met die onlangse oproerigheid. Dankie, dis al, kaptein. Kaptein Van Manen, kan u sê wanneer die twee beskuldigdes uit hulle korps vermis is? Sover ek weet is die regiment opgeroep en die beskuldigdes was toe reeds afwesig. Dis al, dankie. Meneer Gryling, kan u aan die hof vertel wat op die aand van 1 November gebeur het?
Die betrokken nagen die twee beschuldigers en een klompje gewapende mannen die politiestatie omrang. Jobbie Fourie heeft mij buiten toegeroepen. Ik heb het nog niet gezien hier, maar ik heb zijn stem herkend. Ja, en toe? Ik was een bevel van die statie. Fourie heeft mij beveel om oor te geven. Na verder het regiment heb ik oorgegeven. Ik is geboeid en onder arrest geplaatst. Jobbie Fourie heeft toe die sleutels van die stallen gevraagd en twee paren opgecommandeerd. Hij heeft gezegd, hulle gaan die duivel uit boord als de regering uitskiet. Hij heeft ook gezegd, hulle gaan Pretoria bezet in die Transvaalse vlag eis. Hoe kon u zeker wees dat was Fourie? Wel, hij het gesê, ek is commandant voor u, een bevel van die rebellie-commando. En wanneer het u die twee beskuldiges weer gezien? Op 16 december op nooit gedacht, toe hulle oorgegeet het die regeringsmagte. Beskuldigde nummer 2, wat was sy aandeel in die aanse strooptocht? Wel, die telefoondrade afgeknipt, zodat ek die Pretoria toe kon mel nie. Die twee pere, was het al wat hulle buitgemaak het? Nee, hulle het ook 2 Lee Enfield gewere gevat, 76 patrone en 2 bajonette. Geen verdere vraag nie, meneer voorzitter. Meneer Van Heus? Geen vraag nie, meneer die voorzitter. Meneer Tromp, u boer nabij Gemsbokfontein. Kan u aan die hof vertel wat maandag aan so wat 2 weke gelede gebeur het? Fourie het my gevangen geneem. Hoe het dit gebeur? Ek het nabij Blisbokfontein in die rebellische wachte vastgery. Maar ik was nie bekommerd geweest, want ek het gedink dis regeringstroepe. Wat het jy so laat dink? Wel, hulle het verdedigingsmag uniforms en jasse gedra. Oh, hulle het verdedigingsmag uniforms en jasse gedra. Is dit reg? Ja. Ja, en toe? En toe is ek na Jopie Fourie toe geneem, waar hy my probeer oorreed het om by hulle aan te sluit. Ek het geweier. Geen verdere vraag nie, meneer voorzitter. Meneer Tromp, u sê Fourie se manne het verdedigingsmag uniforms aangehad. Het u opgemerk of daar kentekens of rangtekens op die uniforms was? Ja, ek het. Daar was nie. Meneer Tromp, u het tydens die Engelse oorlog geveg nie waar nie. Kan u my sê of dit toe die gewoonte was om buitgemaakte Britse uniforms te dra, nadat die kentekens verwyder is? Ja, natuurlijk. Geen verdere vraag nie, meneer die voorzitter. Luitenant Marlik, u is van die Lichtenburg-kommando nie waar nie? Dis reg. U was ook teenwoordig by die geveg op nooit gedacht. Kan u aan u al vertel wat daar gebeur het? Wel, ons het die spoor van die rebelkommando gevolg tot omtrent 4:00 die middag van die 15e. Dit was dinsdag. Ons verkennis het kom sê dat die rebelle in die rivierbed in kamp gemaak het. Die volgende dag het ons aangeval. 10 van ons manskap is doodgeskiet en 21 is gewond. Het u beskuldigde nommer 1 tydens die geveg gesien? Ek het na die geveg gesien, nadat ons manskap hom gevangen geneem het. Het hy iets gesê? Ja, het met sy hand in die lucht uitgekom, sy geweer en bandelier aan ons oorgegee en gesê ek is commandant Fourie. Ons het hom en sy manskap die nacht in die huis aangehou en die volgende dag het ons hom en sy broer onder escort Pretoria toegebring. Geen verdere vraag nie, meneer die voorzitter. Geen vraag nie, meneer die voorzitter. Die hof sal vandag om aan sy ambtenare die geleentheid te gee om die begrafnis by te woon van diegene wat woensdag op nooit gedag gesnevel het. Die saak word morgenoggend om 10:00 voortgezet. Maar hulle kan my nie verbied om vir Jopie te sien, jy is my man. Susan, ons doen ons best, moet nie moet verloor nie, asseblief. Die politie kan nie toestemming gee nie, die verdedigings mag... Nou, kom wil hulle dan nie? Hulle gaan allemaal vanmiddag begrafnis toe, dit is so emotionele verhoor. Hoe denk jy jou objectief gaan hulle wees as hulle morgen ochtend daar ingestap kom, nadat hulle by die grafte gestaan het van 10 mense met huilende vrouwens en kinders om die kist, ek nog nooit so iets beleef nie? Ons moet bezwaar aanteken, die lief verhoor. Ek het al in ons saal nog. En as niks anders help nie, dan gaan ons naar die hooggeregshof toe. Die blote feit dat hier die saak vir die publiek oopgegooi is. Dis nie hof van gerechtigheid nie, dis hof van wrak. Jan Smuts het dit self gewettig en is daarom wat alles so gauw gaan. Dis sy manier. Ek onthou in die Engelse oorlog, daar was een verraaier. Lambert Colijn was sy naam. Smuts was self voorzitter van die krijgsraad. Hy het hom te dood veroordeel. Colijn het op die vloer op sy knieën rondgekruip, gesmeek om genade.
Swits het sy koffie gedrink en hom geïgnoreer. Colleen is doodgeskiet omdat hy ontrouw was aan die volkszaak. Nou was Swits my twee seuns sy lewe sê, omdat hulle getrouw geblei het. Moenie so praat nie, hulle leef nog. Moenie al onze hoop vernietig nie. Ma, pa, al wat julle nog hoor het is hulle kant van die saak. Meneer Van Hees me nog Jopie en Hannes' saak stel. Hulle wil nie die waarheid hoor nie, my kind. Smits het wel lang al gesê wat sy vonnis hy wil hê. Sal nie ophou probeer nie. As as jy hulle toelaat om Jopie hulle te sien, is net 'n kwestie van deur al die kanale gaan. Wees net geduldig. Fred, is dit waar dat Niklas Pretorius in bevel was van die regeringsmagte wat my seuns gevange geneem het? Ek hoor so jou. Hulle eie neef, bloedfamilie. Hoe kon hy dit doen? Kom, my vrou, langer ek hierdie bly, bitter de worde smaak in my mond. Ek het verbod aan Smits geveg, en ek het nooit gedroom dat die dag sal aanbreek, dat ek dit sou beleef nie. Ons het julle dan uitdruklik gevra om te sorg dat die man 'n bed hierin kry. Wel, ek het die sesant gevra, maar hy wil nie. O, hy wil nie. Fred, bly jy so lank hier, ek kom nou. Kolonel, ek het die hulp nodig. Die twee Fourie broers het nie as 'n kombers in hulle selle nie. Daar is nie 'n matras of 'n stoel of niks daar. Die mense is nie diere nie. Fred, ek kan sien waar alles heen gaan. Maar jy hoef jou nie te ontstel nie. Al wat ek vra is net 'n kans om my eie saak te stel. Maar begryp jy dan nie, Jobie? Die hof gaan dit beskou as 'n politieke toespraak. Ek ken Verdrieter. Hy pes dat mense die hof omskep in 'n vroeg. Wat is dit nou? Jy wil jou hof toespreek sonder om getuienis onder eed te gee. Jy besef natuurlik dit is jou finale pleidooi as jy dit doen. Daarna kry jy nie weer die geleentheid om jouself te verdedig of te verontskuldig nie. Wat ek gedoen het sal so hof nooit verstaan nie. Wat weet hulle van ons volk? Van ons liefde vir hierdie land? Hier is mense wat glo, daar is net een manier om te lewe, en dis onder die Britse vlag. Net een strewe, en dis om onder die gesag van die Britse koning te staan. Wat weet hulle van ons volk? Selfs Jan Smits het vergeet. Twaalf jaar na vereniging. Bota. Skam hulle nie voor God nie, mense nie. Afrikaners, gebore Afrikaners. Die dag sal kom. Met hulle beskroede gewetens, hulle sal kwel tot in die graf. As Bota maar net geweet het wat hy wil gaan. Hy was my ideaal as Afrikaner. God vergewe hom. Hy het my so teleurgestel. Jopie, jy sê dit asof dit alles verby is. Daar kom 'n tyd dat die mens die noodlot soos 'n profesie voor jou sien. Ek het geen berou in my siel nie. Dit was my beskik. Wat Gods wil geskied.
toe loop naar Oorlaag. Jorie. Zeker. Dit is de brief van dokter Malan. Hij wil je graag spreken, als hij tijd heeft. Hij is bezig om petities op te stellen. Hij wil een deputatie naar Jan Smuts, dus dat is bij dank. Kom. Meneer die voorzitter, die verdediging gaan in hierdie saak net een getuie roep. Ek roep Kaptein Moore. Kaptein Moore! Kaptein Moore, het u enige bezwaar in die aflewering van die eed? Nee. Beskou jy die eed as bindend op jou gewete? Ja. Sweer jy dat die getuies wat jy nou gaan aflê die waarheid is, die hele waarheid en niks anders as die waarheid is nie? Verwyder jou pet, steek jou regterhand in die lig en sê, so help my God. So help my God. Sit asseblief. Kaptein Moore, u is die bevelvoerder van die 10de infanterie. Dis reg. So u sê dat die beskuldigdes in die tydperk in die klagstaat gemeld op aktiewe diens was? Ek dink in die geval van die Fourie broers, daar geen presumptie kan bestaan van aktiewe diens nie. Een persoon kan, volgens my interpretatie van die wet, slegs beskuld word op aktiewe diens te wees, as hy daadwerklik by sy regiment teenwoordig is, as daar die regiment teen 'n vyand te velde trek. As daar twyfel is of die oproep om op aktiewe diens te gaan, die beskuldigdes bereik het. Sou u sê dat hulle beskou kan word technisch as aktiewe lede van die Unieverdedigingsmag te wees? Wat punt probeer u maak, meneer Van Heus? Meneer die voorzitter, ek probeer aandui dat indien die beskuldigdes nie technisch aktiewe lede van die verdedigingsmag is nie, hulle nie die soort verraad kon gepleeg het waaroor 'n veldkrygshof bevoegdheid kan hê nie. Meneer Van Heus, jy het alreeds van tevore die bevoegdheid van hierdie hof in twyfel getrek. Die hof het beslis dat hy wel die bevoegdheid het. Daar staan ook niks in die aanklag van op aktiewe dienste gewees het nie. Dit is onnodig om daardie redenasie verder te voer. Wil u enige verdere getuies roep? Meneer die voorzitter, met u toestemming wil beskuldigde nommer 1, Josef Fourie, graag 'n verklaring doen. Kaptein, u is verskoon. Wil voor u onder eed getuig? Nee, meneer die voorzitter. Ga voort. Ek is 'n gebore transvaler. Gebore onder die Republikeinse vlag. In die laaste oorlog het ek 10 Engelse geveg totdat ek swaar gewond na hospitaal toe gebring is. Maar toch, na die oorlog het ek gehoop dat Engeland ons sou help om 'n voorspoedige Suid-Afrika op te bou. Ek kan nie sien hoekom ons regering oorlog moet verklaar teen Duitsland wat ons nog nooit enige leed aangedoen het nie. Ek kan nie insien waarom ons jong Afrikaners vir die eer van Engeland moet veg nie. Nie na alles wat Engeland aan ons gedoen het nie. En die ergste was die 30.000 vrouens en kinders wat deur Engeland vermoor is. Ek daag enige man hier uit om die vinger na my te wys en vir my te sê, jy is verkeerd. Op 10 Oktober het ek na die opera gebou toe gegaan, waar ons verjaarsdag wou vier van ons geliefde president Kruger.
Maar in plaats van muziek en eer aan ons president, het daar vuil skelwoorde deur die saal weer klink. En terwijl die dominee bezig was om te bid, het die gespuis Roel Brittannia aangehef en die vrouwens op die verhoog met vrat eiers gegooi. Nou, as dit Britse gelijkheid is, dan wil ek nie daaronder lewe nie. Dan is het voor mij een groter eer om hier te staan als gevangene dan als een officier in die Britse leer. Ik weet die regering beskou mij als een rebel. En ik weet dat hulle my teleurgesteld is. Maar ik is ook teleurgesteld in die regering wat ik op die been gehelp het. En waarvoor ik mijn eigen bloed verspil het. Wat ik gedoen het. Het ek met oop oë en uit vrye oortuiging gedoen. Wat my broer betref, my invloed het om beweeg om te doen wat hy gedoen het. Hy het opgetree en gehandel onder my instructies. Ek moet die hof vra om in aanmerking te neem dat hy my jongste broer is en in my geglo het. Ek is nie van plan om die hof om genade te vra nie. Die genade van my skepper, wat my gelei het, is vir my genoeg. Maar ek vra dat die manskappe wat onder my gedien het, genadiglik behandel word. My invloed oor hulle was sterk. Meneer die voorzitter, met respect. Die klag voor die hof is een van verraad, nie van hoogverraad nie. Verraad was een oortreding onder die ou artikels van die Transvaalse Republiek. Maar die is herroep. Daar bestaan vandag geen besondere statuut waaronder verraad ingevolge die militaire code misdaad is nie. Gevolglik moet ons na die gemeene reg kyk om straf vir die vorm van oortreding te bepaal. Volgens die gemeene reg is verraad baie selde een misdaad wat met die dood strafbaar is. Waar die howe hulle diskresie gebruik het, het hulle bitter selde die opperste straf opgelê. Ek wil met respek aan die hof stel dat hierdie saak nie een geval is waar die opperste straf van toepassing is nie. Ek wil vooral vir die jonger Fourie pleit. Aangesien hy deur bande van bloed, respek en liefde vir sy ouer broer opgetree het. Kommandant Fourie het die hof meegedeel dat hy sy dade as eerbaar beskou. Sy benadering is dat hy gemotiveer is deur die edelste oorwegings. Die edelste oorwegings waartoe 'n mens in staat is. Die hof weet dat het bloed natuurlijk is vir enige mens, enige oorwonne volk, ongeacht van hoe billik of genadiglik hy geregeer word, om sy eie trots te probeer afwin. As Engeland oorwin sou word, sou daar Britte wees wat in opstand kom, en wat die eerste geleentheid sal aangryp, om hulle nationale trots in ere te herstel. Ek pleit dat die hof die omstandighede van hierdie land in ag sal neem. Sy verlede, sy hede en sy toekoms. U weet dat die opperbevelvoerder, generaal Botha, 'n beroep op die volk gedoen het om te vergewe en te vergeet. Die diskresie van hierdie hof lê aan die kant van vergewensgesindheid. En die wysheid van 'n beslissing ooreenkomstig die wense van die opperbevelvoerder kan nie betwyfel word nie. Generaal Botha se beroep kon nie gepubliseer gewees het, bloot om die volk te beïnvloed nie, maar ook hierdie hof. Ek dank u.
Die beschuldigden zijn al twee schuldig gepleit. Voor hulle skuld, al dan niet, bestaan daar niet in die hof, dus geen twijfel. Wat die vonnis betreft, volgens die kennisgeving waarmee die hof saamgeroep is, mag vonnis niet in die openbaar geveld worden. Die beslissing zal zo gauw als mogelijk aan die minister van Verdediging oorgedragen worden, waarna die gouverneur-generaal in de raad dit zal bekrachtig of verzag. Die hof zal vandaag. Ja, ik heb te veel verlof gekregen. Zodra je terug is in die cel, kan je hem zien. Maar het is net voor 10 minuten hoor, niks meer nie. Ik kan mijn slankjes op. Dank je, sergeant. Oom, vrede neig me naar Rij. Dokter Malang wil ons zien voor we die petities naar generaal Smuts te vinden. Meneer Van Heers, wat denk jij? Wat is haar kans? Oom, hulle gaan tronkstraf krijgen. Voor hoe lang weet ik niet, maar met de zaak is die. Maar over een jaar of twee is die oorlog voorbij en dan is gemoederen weer rustiger. Dan zal hulle op parool vrijgelaten worden. Jij denkt niet. Ik denk niet dat het ergste is. Oom Jan Smuts zal het niet ervaag nie. Die hele volk zal in opstand komen. Buitendien is dokter Malang hulle op pad om die petities naar Doornkloof te nemen. Dokter Malang is een gesiene man. Jan Smuts kan hem niet ignoreren. Nie. Ik voel jammer voor jou. Het is voor mij dat je hier is. Het is niks, Boetie. Ik is trots op wat ons gedoen het. Ik hoop je of zal je genadig wees. Kom voor je. Het is nu te laat voor Brun. Tot ziens, Anders. Tot ziens, Boetie. Goedemiddag, dame. Goedemiddag, kan ik helpen? Doe me die Bosman, dokter Malang. Goedemiddag. Ons komt net graag dringend voor generaal Smuts spreken, alsjeblieft. Die generaal het in die veld gaan stap, maar ze zeker niet net terug wees. Ik kan maar zo lang aankom. Dank u. Ach, ons sal sommer weer toe bly. Dat mag goed. Ek sê vir hom sê, sy kom. Net 10 minuten deze zand gezet. Susie. Dag, pa. Was ik er nou 3 dagen bij jou te komen? Je ziet zit plek niet, is niet in mijn matras. Dat maakt je zaken, jongens, staan maar zomaar. Hoe gaat het met jou, monsieur? Goed, pa. Heb je daarom skoon kleren om aan te trekken, Josef? Alles was ik even mij breng, ma. Ons het zo haastig gekom, nie een van ons het daar aan gedink nie. Susanne daarom vir jou beskuit en bietjie biltong ingepak, maar al het dit in die aanklagkantoor gevat. Misschien zal het toch vir jou breng. Dank je, ma. Jy moet moed hou, Josef. Ek sien bang nie, pa. Toe jy naar mij toe gekom het, om hy te sê, jy ga veld toe, het ek gehoop, jy sal liever uit die ding uitblij. Maar ek het jou nie probeer keer nie. As ek jou jarig had het, dan weet ek waar ek sou wees. Niemand van ons het gedink het gaan op een skietery uitloop nie, pa. Josef, jy is my oudste seun. God weet, dit is verkeerd. Maar ik is liever voor jou als voor al mijn andere kinders. Voordat je klein zientje was, heb ik altijd gevrees, jij zal iets oorkomen. En nou? Alles zal recht komen, pa. Jullie moet klaarmaken.
Tot ziens, monsieur. Tot ziens, pa. Hulle mee maak, Joppie. Ek is so verskrikkelijk bang. Jy moes nie so nie opgepraat het nie. Jy het hulle teen jou verhard. Dit is nie so erg as wat het lyk nie. Dink jy Smit sal keer het? Die generaal ken my, Susie. Hy het geen aksie teen my nie. Waarom sal hy hard wees? Ek is verskriklik lief vir jou. As jy iets moet oorkom. Wanneer jy weg is, ek slaap nie meer nie. Jy is al wat ek het, Joopie. Ek weet. Ek is jammer, mevrou Verhey, jy kan nie meer langer bly nie. Generaal Smit se sekretaris. Goeiemôre, is die generaal thuis? Nee meneer, hy het in die veld gaan stap, hy is die kant toe. Hy moet dring Pretoria toe gaan, departement toe, sal hy lank wees? Ek weet regtig nie meneer, die ander mense op die stoep wag al 'n halfuur. Ek dink is dalk beter as hierdie motorkar vat nog sommer in die veld gaan soek. Graag, baie dankie. Die Heere is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlee in groen weivelde. Na waters waar russes lei my heen. Hy verkoek my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee. Ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf die vertroos my. Boet! Boetie! Ja? Kan jy my hoor? Ja. Maar nou gaan ons hoor. Ek weet nie. O, Heere, Joopie. Sien hulle skiet ons. Jy moet sterk wees, Hannes. Ek is bang. Ek is ook bang. Ek is so... Ek kan nie sit nie, ek... kan nie stil staan. Kan nie dink nie. Wanneer kom ons mense? Dit is verby, Hannes.
Die rebellie is voorbij. Hij zal alles nog vernietigen! Wees verleden, je kan niet zo raas nie. Als jullie laat weten er aan zoer. Gaan Leno proberen te slapen. Zou iets wat ik hier kan doen? Ik is al. Gaan kijken of er iets is aan als ik hier breng. Er is kloppers voor je. Daar is baie Afrikaners wat voor jullie saak bid. En dan moet je niet verloor nie. Dank je, mijn vriend. Ek is jammer, dokter, die generaal is te besig, hy kan nie sien. Maar ons wacht al amper 2 ure. Ek is jammer, as niks wat ek daaraan kan doen. Hy wil ons nie sien. Is dit hoekom? Ek kan nie namens die generaal praat, dokter. Waar is Louis Botha? Hoekom kon ons hom nie in die hande kry nie? Al wat ek weet is, dat die eerste minister weg is vir die naweek. Niemand weet waar hy is. Kan ek jou glo? Op my woord van eer, dokter. Ek sal nie vir jou lieg nie. En daar sit Smits met dit deur tussen hom en ons. Het is al verskil tussen die lewe en die dood van een man wat vir hom geveg het. En hy weier om ons te sien. Kom, dominee, ons loop. Moet ek die hele aand hier wag. Ek sal met hom praat as hy uitkom. Dankie, Louis. Die bevelvoerder van die polisiestasie. Ja. Hier is die vonnisse van die Fourie broers. Sal jy hulle asseblief in kennis stel? Ja. Thank you.
Ek moet jou vonnis aan jou oordra. En sy vonnis om morgen oggend dagbreek voor 'n vuurpeloton te sterf. Jy mag vra my predikant te sien. Wie is hy? Sam! Joopie, wat van Joopie? Klopper, kom. Zo gelukkig niet stoel niet, Tommy. Dat maakt die zaak niet, Joppie. Hij heeft een harde straf verwacht. Verbanning, dok. 20 of 25 jaar niet dronk. Maar niet dit niet. Ik sta nu al 1/2 uur lang voor die sterren en kijk. S'nachts wil mij skielik met ander oë na alles kijk. Seker om jy weet, jy gaan het nie lang meer sien nie. Joopie, kom sit. Hoe voel jy? Die kok is te groot, denk ek, Dominie. Ja. Jy weet alles. Jy kan het nie begryp nie. Alles voelt zo ver verwijderd. Je staat bij de kant jezelf. Iemand moet voor Suzie hulle gaan sê. Pa en ma hulle. Gaan een groot skok wees. Wil jy ek moet vir hulle gaan sê? As Dominie nie omgee nie, bly liever hier. Vandag gaan ek Dominie nog baie nodig kry. Ek sal vir Dominie Bosse vra. Dominie. Dominie. Alles. Dominie. Sy
sal dominee asseblief vir die strand vra of ek vir Joopie kan sien asseblief dominee. Goed alles. Dank u dominee. Ik kan het niet geloven. Ik heb het vanmiddag voor een rukje gezien. Maar het is nog niet geweest. Alsjeblieft, Tony. Ik weet het niet een makkelijke ding wat ik van je vraag. Ik heb een boodschap gegeven. Ik zal later van allemaal schrijven. Vooral en niet. Vooral om die nacht samen met mij een gebed door te brengen. God is met. Baie dankie, generaal. Dankie, generaal. Goeienag. Lekker slaap. Generaal Smit sê ons kan morgen 9 die petities bring. Daar is oop. Here sê, my kom die wraak toe. Dien jou tyd nie tronk uit. Wees trots daarop dat jy jou plig as Afrikaner gedoen het. En as jy die dag uitkom, wees goed vir pa en ma, en dan word oud. Ek sal probeer, Boetie. Ek sal probeer, Joopie. Johannes, jy was so goed vir my. Wees goed vir Susie. Troos haar. Sy het al die liefde nodig wat sy kan kry. Ek is jammer jy moet nou pot straat tronk toe gaan. Jy mag groet. O, Heer. Troos my gesin. Troos my volk. Dit is 'n bittere nag. Troos my lief. Het gaan vir hom een diepe proeving wees, Heer. En my vrou. Oh, ek is so lief vir haar. U weet hoe lief. Help haar. Maak haar sterk. Wees met my broer nie tronk, Heer. Zwaar. Het is
vir hom bitter om my te sien gaan. O, my God. Tot ziens. Hier moet gaan. Goeienacht, Klopper. Mag die heren met jou gaan, Corrie. Presenteer Josef Johannes voor u verterechtstelling morgen. Julle kan daar binnen wacht tot die tyd aanbreek. Kan ek asseblief skryfpapier en 'n pen kry? Is alles daar binnen. Dankie. Ek is jammer oor jou vonnis, Fourie. As daar iets is wat jy nodig het, moet jy maar sê. Dankie. Ek stem nie saam met wat jy gedoen het nie. Maar ek sien die ter dood veroordeeldes hier inkom byna elke dag. Maak nie saak wat 'n man gedoen het nie, het bly 'n verskriklike ding. Ek haat niemand nie. Ek het omtrent net soveel Afrikaanse as Engelse vriende in Pretoria. Maar wat ek gedoen het, het ek gedoen vir my volk se regte. Wat beteken 'n man as hy niks vir sy volk kan doen nie? Ek het nie die straf verwag nie. Hulle kon genade betoon het. Genade? Ek dink daaraan toe om nie. Dit is so ironies. Weet jy toe James in die Transvaal ingeval het? Was ek die seun wat met die wit vlag ingery het met sy oorgawe? Dit was rebellie wat hy gepleeg het. Hy is gevang en vrygelaat. En wat was sy straf? Hy het 'n sir geword. Sir Star Jameson. Dis hoe die Engels hulle manne behandel. En ek? Ek moet sterf. Veroordeel deur my eie mense saam met wie ek 12 jaar gelede geveg het vir my volk se vryheid. Jy is langer as Jameson onthou wat jy op die. As daar niks is wat jy nodig het nie, dan laat ek julle hier. Getroue vriende, teen tyd dat julle die brief lees, het jy op die verhuis na sy hemelse vader. Ek wag op die laksman, maar nie te minuut die Jesus gevind. Hy sal my luid die doodskade wee. Ach, broeders, vertrou op die Heer en hou die ideale en tradities van ons volk hoog, sodat my bloed nie vergeefs verspil mag word nie. Rou nie vir my nie. Skryf op my grafsteen.
vir God. En vaderland. Lees vir my asseblief, Dominee. Verlos my, o God, van die waters het tot by my siel gekom. Ek sink in grondlose modder waar daar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë is versmag terwyl ek wag op my God. Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof. Die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is magtig. Maar ek, my gebed is tot U, o Here. In die tyd van genade, o God, verhoor my. Deur die grootheid van die goedertierenheid, deur die trou van U Heil. Hoe laat is dit? 10 minute voor 1. Getroue Afrikaner vriende en vriendinne. Ek het veel om u allemaal voor te bedank. Die boom wat geplant is en met my bloed benat word, sal opgroei tot 'n groot boom wat heerlike vrugte sal voortbring. Ek is jonk. My lewe is soet. Maar ek dank God, hy het my van alles losgemaak. Ek het niks wat my hinder. Geen haat, geen liefde nie. God sal vir my geliefde sorg. Nie seker swaar om hele nag so te sit. Dit is die eer, Joopie. Jy is so seker van jouself, so sterk. Nee. Ek is 'n mens. Ek is bang. Ek hoop toch nie die hele saam in die gezicht skiet nie. Hier is 'n groot Afrikaner hart. Groot genoeg om al hulle koels te ontvang. O God. Hy is magtig en sterk.
hulp en benauwdheid. En daarom vrees ik niet. Die Heere is mijn licht en mijn heil. Ik is zo jammer voor mijn familie. Dit moet voor hulle verschrikkelijk nacht wees. Mijn lieve vrouwkie. Zij gaan zo eenzaam wees. Mijn arme. Vader, mijn arme moeder. Hoe gaan we ooit door die ding komen? Hulle het nie so onlangs op het red van my nie. Ek het ook in my testament gemaakt. Schrijf het hierin. Ik bemaak alles aan Susie. Hoe laat is het? Een uur. Nog 4 uur. Is nog lang. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skaduwee aan jou rechterkant. Die Heere is jou bewaar van elke onheil. Jou ziel sal hy bewaar. Dank je, dominee. Pa, dank je. Sal het nie verniet wees nie? Nee, verniet sal het nie wees nie. Hoeveel is daar? 10? Ja. Daar is 10. Met mijn heiland kan ik ook nou bid. Vader. Als het moeilijk is. Laat die drinkbeker bij mij voorbij gaan. Maar met Jezus kon het niet. Zo ik zal het ook moet drinken. Vader, vergeef hulle, want hulle weet niet wat hulle doen nie. Hulle sal my nou kom haal.
Sal u die brieven vat? Natuurlijk, ja. Kan ik iets voor jou doen? Wat kan u voor mij doen, dokter? Ik kan voor jou een verdovingsmiddel geven. Nee, dank je, dokter. Je hebt mijn God. En dat is al wat ik wil. Daar is iets wat u voor mij kan doen. Zorg dat mijn familie mij lijk krijgt. Goed, ik zal kijken wat ik kan doen. Ik hoop toch niet, schiet me in die gezicht nie. Wil jy nie bid nie? O God, geef mij die moed, geef mij die kracht, neem mijn hand en leid mij door die donkere dal. Ik leid mijn dierbares in die hand, zorg toch voor hulle. Josef Johannes Verrie, ons kom jy help vir teregstelling ter uitvoering van die vonnis geveld deur die Veldkryshof op 19 Desember 1914. Ek is gereed. Ek sal hier wag vir jou bid. Nee, vriend. Jy was by my die hele dag. Kom nou saam en sien my af na die huis. Sien nie tot ons mekaar weer ontmoet. Die blinde nodig, dankie. Jammer, dis reels.
as ons die doodsvallei betree, laat ons elk aardse vriend alleen. Daar trek ek koel met spoed, met spoed. Hy is nat van Afrikaner bloed. En smart die boodskap wat hy voer. Hy kom uit Afrikaner roer. Hy kom deur Afrikaner hart. Slap sag trou hart, so wreed deur boer. Want trekkend, trekkend jaar en stond, sal steeds die koel die boodskap sprei. En waar hy tref, heel nooit sy wond. En wat hy tref, dit heilig hy. Thank you.